Ja, dit is een verhaaltje over Jan Mulder. Ik neem jullie mee terug naar zeg maar 2006, eind 2006, begin 2007, ergens daar. Jan Mulder die is klaar bij Barend en van Dorp, want die waren ermee gestopt. En Jan die zat een beetje thuis, die had even niks. Nee. En ik zat ook thuis, want ik was ziek geweest en kon ook niet gelijk aan de slag. Dus we zaten allebei een beetje treurig thuis, dat was het. Dus ik belde Jan op, ik zeg Jan, waarom slaan we niet de handen in één en beginnen wij niet samen gewoon een leuk tv-programma. Heel simpel. We pakken gewoon een auto, we rijden door Nederland heen, we babbelen wat samen, bij de benzinestations, in restaurants, weet ik veel waar. En af en toe rijden we even naar een voetbalclub, spreken even iemand aan en dat is het. Meer niet en dat zou het programma zijn. Nou, Jan zegt op z'n Jans, Harry, dat lijkt me geweldig. Dat zei Jan natuurlijk. Ik zeg oké. Dus ik bel iemand van de zendermanager van Nederland 3. Die belde ik op. Ik zeg, wat denk je ervan? TV-programma van Jan Mulder met mij samen. Hebben jullie daar zin in? Nou, zegt die gauwzer van Nederland 3. Maar dat lijkt me een top idee. Dat is echt goed. Dat gaan we zeker doen. Nou, hij zegt, ik ga op zoek naar een omroep voor jullie. En dan kom jij, want ik woonde toen in Amerika, kom jij snel naar Nederland. Nou, heel snel daarna. Een week daarna belt die man op en zegt, ja, ik heb een omroep voor jullie gevonden. De AVRO. Nou, dat is ongeveer de laatste waar wij aan gedacht hadden. De AVRO. Maar goed. Dus ik bel Jan. Jan, ze zijn geïnteresseerd. De AVRO wil ons hebben. Nou, zei Jan. Dat doen we. Juist bij de AVRO. Ik zei, nou goed, gaan we doen. Dus ik vlieg vanuit Amerika naar Nederland. En wij krijgen een afspraak. Want de AVRO, die wilde het programma per se hebben. Het was gewoon nog om de boel gewoon af te maken. Ik zeg, Jan, we gaan naar de AVRO en we gaan het regelen. Dus wij komen daar, zit er 5 man directie aan een tafel van de AVRO. En wij met z'n tweeën. Nou, gesprek even wat plezanterieën worden uitgewisseld. Gewoon een beetje geneuzel. Maar al vrij snel zegt iemand van die AVRO-boys, die zegt, ja, en dan is het wel zo dat wij daar van onze kant een eindredacteur op zetten. Ho, nou, dat was het woord. Het woord was gevallen. Eindredacteur. Nou, daar had ik nog nooit mee te maken gehad. In mijn hele carrière niet, want ik besliste altijd alles zelf. En Jan natuurlijk ook. Dus Jan, die hoor ik nog een beetje tegensputteren. Zo van, nou ja, een eindredacteur, daar hebben wij niet zoveel zin in, want wij willen gewoon zelf de controle houden over het programma. Nou, de AVRO zegt nogmaals, ja, maar dan willen wij toch dat daar een eindredacteur op komt. Hoor ik naast mij, daar gaat een stoel naar achteren en ik hoor Jan zeggen, Harry, ik geloof dat we hier weggaan. En hij steekt zijn hand uit, Jan. En hij zegt, heren, goedendag. Het was me een genoegen. En hij schudt iedereen de hand. En ik, bedremmeld, stoel naar achteren. En ik doe ook mijn handje schudden. En ik draag de hand. Nog geen 5 minuten zijn we daar binnen geweest. Met het hele gesprek met de AVRO en eigenlijk was alles rond. Jan Mulder en ik zouden een programma maken. En het volgende moment sta ik dus in een parkeergarage met een dubbelslaande, lachende Jan Mulder. Die zegt, hoe vind je hem? Ik zeg, Jan, hij was goed en ik ben het ook volkomen met je eens. Maar Jan, helaas, er is hier wel een prachtig programma in de kiem gesmoord.